Yummy. Ik heb ook een lekker eten. Kim. Ik heb lekker eten, hè. Goedemorgen, het is zaterdag en zo, ik zie er belabberd uit. Ik heb wel goed geslapen. Ik ben net wakker, Sarah ook, die is al naar beneden gelopen net. Maar ik lag zo lekker onder de deken dat ik zei, mama komt er aan de 5 minuten. En ik moet er echt uit, maar... Nou, iedereen moet dat kennen, dan lig je onder die deken. En dat voelt gewoon perfect. Het is gewoon warm en zacht. En dan wil je er niet uit. Maar goed... Ik moet straks ook weg. En ik wil nog even snel een paar dingetjes doen. Dus ik zal er wel uit moeten komen. Oh, ik denk zomaar. Dat heb ik volgens mij al meerdere keer verteld. Dat ik elke keer vergeet de zonnebril in mijn tas te doen. Die moet ik nu even gelijk gaan pakken. Dan heb ik eindelijk weer een zonnebril. Ik moet daar ook met de auto weg. En best wel een stuk rijden. Oeh, veel meer hoor. Net wakker. Oké, ready to go. Ik ben aangekleed. Ik heb dit hele leuke pak aan. Dat is van CVRD. Mijn Guess Sneaker Wedges. En ik heb een topje eronder van Benetton. En ik heb deze oorbelletjes in van Pearl & Co. En deze kleine zilveren ringetjes. En ja, ik heb natuurlijk weinig keuze in mijn oorbellen. En Sarah, die is ook zo leuk. Of vindt ze het zelf momenteel. Laten zien. Die heeft een gestreept shirtje aan. Ik weet niet waarvan. Oh, Garcia jeans. Je bent er een. Nou, de rok is van de Zara en de laarsjes... Van de Benetton. Is die van de Benetton? Ja. Nee, die rok is van de Zara en je schoentjes zijn van Ripley, als je dat zag. Voor mij is die van de Zara hoor, schat. Of heb je eigen lijn kijken? Zara. Hij is echt van de Zara. En we gaan nu naar de auto en we gaan naar Delft. Nou, we zijn aangekomen in Delft. En ik kan daar niet voor de deur parkeren. Dus we moeten een klein stukje lopen naar Kim. En vanaf Kim gaan we zo naar het restaurant lopen. En dan komen er meer mensen bij. Heb je het koud, Mop? Ja. Je weigert ook altijd weer jas dicht te doen. Mm-hmm. Nou, eigenlijk een beetje een dombo ben je dan, hè? Maar deze is wel lekker mooi. Ja, het staat wel heel mooi. Dat wel, ja. Dus kijk, we lopen gezellig langs het water. Dan gaan we daar het tunneltje door. We zijn erbij. Ja, maar daar hebben we geen tijd voor nu, helaas. Misschien op de terugweg dadelijk even. We zijn gezellig maar even met Kim mee. En Sarah, je hebt Kim de telefoon. Oh. Kijk, ze leest alles, hè Kim, dat je het even weet. Oh, dat mag. Er staat. Kun je het ook lezen? We zijn onderweg, ja. En de buurvrouw. Dus hoe lang zou ze onderweg zijn van die deur naar deze deur? Heel lang. Heel lang. Ik denk het ook. En je mag geen geheim hebben, want mevrouw leest alles wat er staat. En wat gaan we ze doen, Sarah? Lekker eten. Hey, luister eens. Oh, jij wil niet, jij vlucht. En we gaan lekker patatjes eten. Kim en ik hebben raspatat.
met kroket. Sarah heeft frikandel met gewone patatjes. En Maarten heeft kaassoufflé met gewone patatjes. En jij bent al bijna klaar en wij moeten nog beginnen. Nee, ik ben niet bijna klaar. Niet praten met je volle mond. Oeh, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Hoe ken dat nou? Wat heb je gedaan dan? Hoe ken dat dan? Ik ken toch helemaal niet? Gekocht en niet. Kan je uit je oksel doen? Nee, ik... Kan je uit je oksel doen? Nee, jij kan niet uit mijn oksel. Oh. Ik neem hem mee. En toen ineens was hij mee. Dat is wel heel apart. Dat heb ik nog nooit gekend. Nou, we hebben het heel gezellig gehad. En nu even een stukje teruglopen naar de auto. Dan naar huis. Dan mag deze kleine dame lekker naar de bedje. Het is weer lekker donker buiten. Dan moet ik dit vasthouden. En dan, als het goed is, is Marco dan ook thuis. Dan hebben we een avondje samen een keer. Want dat lukt de laatste tijd ook niet echt heel erg veel. Goedemorgen. Gisteren kwam ik thuis. Toen had ik een beetje hoofdpijn. Dus ik was gaan liggen op de bank. En toen ben ik in slaap gevallen. Toen werd ik wakker. Toen had ik nog steeds hoofdpijn. Dus toen ben ik gelijk naar mijn bed gegaan. En toen ben ik dus vergeten de vlog af te sluiten. Dus ik ga nu even douchen en dan open ik een nieuwe vlog. Dus deze nog even snel afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot morgen.